bestuurders van het waterschap Limburg hebben opnieuw een bezoek gebracht aan het rampgebied Valkenburg aan de Geul. Wij spreken met het bestuurslid mevrouw Van Wers. Mevrouw, u hebt zojuist een bezoek aan Valkenburg Centrum gebracht, onder meer, u bent ook elders geweest. Op de persconferentie zei u van wij moeten toch als beleidsmakers een nieuw accent leggen en dat is ruimte voor de beek. Ja. Noemt u de Geul een beek? Ruimte voor de beek en ruimte voor de rivieren, voor de kleinere rivieren heb ik genoemd. Dat is echt een gamechanger die ik in ieder geval heb geconstateerd na de heftige regenval en de buien van de afgelopen week. We hadden te maken met 3 crisissen eigenlijk gelijktijdig. De heftige regenval, 2 dagen lang, 2 nachten lang vol. We hebben te maken met het feit dat de beken gingen overstromen en het hoogwater van de Maas. Ja, het was echt één crisis in 3 of 3 crisis in 1. Het Valkenburg Centrum is eigenlijk een trechter. Hoe denkt hij dan dat dat opgelost kan worden? Ja, we gaan nu zeg maar als waterschap eens even de balans opmaken. We gaan kijken van nou, hoe heeft het water nou gestroomd. We hebben met helikopter vluchten gemaakt om de stroombanen in beeld te krijgen. Welke maatregelen hebben we al genomen? Welke maatregelen waren we voornemens te nemen? En wellicht moeten we nog aanvullende maatregelen nemen. En zoals ik net op de persconferentie ook zei, wij kunnen het niet alleen. Maar wat zou dan nog de bijdrage voor de toekomst kunnen zijn? De bijdrage voor de toekomst kan zijn dat alle partijen zeg maar een steentje bijdragen. En dat kan zijn dat mensen ook zorgen voor een soort van zelfbescherming van hun panden. Waterkerende muurtjes bijvoorbeeld of schotjes voor de voordeuren. Een app, een waarschuwing. Maar dat zegt u tegen mensen die nu natuurlijk enorm schade hebben geleden. En die moeten straks weer extra investeren. Ik denk dat wij gewoon nu zeg maar als waterschap met alle partijen gewoon de balans moeten opmaken en kijken wat er dan moet gebeuren. En daar kan dat een onderdeel van uitmaken. Maar de geschiedenis die nu plaatsgevonden heeft in Valkenburg, vergeet u daarbij niet, hè? U mag van mij aannemen dat toen ik begon als portefeuillehouder, mijn eerste gesprekken hier met deze wethouder, heb ik gezegd, realiseer je dat Valkenburg een overstromingskans heeft. Ik heb niet gedroomd en ik heb het ook niet waar willen hebben dat dit nu echt gebeurd is.